We hebben er even op moeten wachten, maar de nieuwe BMW S1000 RR is eindelijk gearriveerd. En deze RR brengt een aantal serieuze updates met zich mee. De meest opvallende verandering is natuurlijk de styling. Want het uiterlijk van de RR is nog sportiever geworden. Zo heeft hij een compleet nieuwe kont, een geüpdate front en winglets gekregen. Deze winglets zijn niet alleen voor de looks, want ze creëren wel 17 kilo aan aerodynamische downforce. Dit zorgt voor betere rijstabiliteit, je kunt later afremmen en eerder weer op het gas. Hij beschikt over een vernieuwde krachtbron. Deze is gebaseerd op het motorblok van de vorige generatie. Ditmaal weten ze maar liefst 210 pk uit het motorblok te halen. 3 pk meer dan het voorgaande model. En aan koppel geen gebrek. Je hebt maar liefst 113 Nm tot je beschikking. Dit alles bij een rijklaar gewicht van 197 kilo of 193,5 kilo bij het optionele M-pakket. En deze 4-cilinder in lijnmotor genereert natuurlijk een fantastisch geluid. Standaard beschikt hij over 4 rijmodi. Dit kun je uitbreiden met Rijmodi Pro. Dan kun je ook gebruik maken van de functies Launch Control, Slide Control, Wheelie Control en de Pit Lane Limiter. Het systeem is uitgebreid met 2 nieuwe functies, Brake Slide Assist en DTC Slide Control. Hiermee kun je een gecontroleerde drift uitvoeren, zonder in te leveren op snelheid. Het welbekende 6,5 inch TFT display behoort tot de standaard uitrusting. Op deze display kun je in één oogopslag alle belangrijke informatie van je motor terugzien. Ook kun je de RR voorzien van Cruise Control, handvatverwarming, het M-stijl pakket en het carbon pakket. Deze pakketten voorzien de RR van gefreesde aluminiumonderdelen en extra carbon. Wil je graag meer weten over de BMW S1000 RR of wil je graag een keer een proefritje maken? Voel je dan zeker niet bezwaard om contact met ons op te nemen. Of kijk voor meer informatie op www.motorplaza.net. Graag tot ziens bij Motorplaza.